Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in Surat al-Tawbah, hoofdstuk 9 van de Edele Koran, in vers 119 het volgende. Gij die gelooft, vrees Allah en wees met de betrouwbaren. De moslims moeten op zoek gaan naar waar de betrouwbare kennis te vinden is. Dat is een logische zaak. Van waar haal ik mijn kennis vandaan? Wat is de correcte islamitische kennis? Allah subhanahu wa ta'ala roept degene die geloven in Allah om bij de betrouwbare te zijn. Wie zijn deze betrouwbare mensen? Dat zijn de Ahlul Bayt alayhum assalam. Imam al-Ridha alayhi assalam, onze achtste imam, zegt het volgende. De betrouwbaren zijn de imams wiens loyaliteit betrouwbaar is. Je kan niet zomaar iemand volgen binnen de islam. Leiderschap moet ervoor zorgen dat jij als moslim, jij als jong persoon in staat bent om de islam te leren kennen op een juiste manier. Dat kan enkel en alleen door de Ahlul Bayt alayhum assalam. Ibn Umar overlevert het volgende. Allah subhanahu wa ta'ala had de metgezellen hierbij gewaarschuwd met deze vers. Met deze vers ging hij, Allah subhanahu wa ta'ala, de mensen waarschuwen, de metgezellen waarschuwen. Met het volgende. Gij die gelooft, vrees Allah. Dus dit is een waarschuwing naar deze mensen, naar deze metgezellen. Dat staan voor ons vandaag de dag. En vervolgens, wees met de betrouwbaren. Dat is Mohammed en zijn familie. En Amir al-Mu'minin, salamallahu alayh, behoort tot de familie van de profeet. Imam Ali alayhi salam, hij is de stad der kennis. Hij is de deur van de stad der kennis. Hij is dus de deur naar betrouwbaarheid. غصبا على أعدائك